half zeven. Het is zaterdag. Mijn haar zit niet hoe het moet zitten. Maar welkom terug bij de vlogs, jongens. Ik ben er heel even tussenuit geweest. Er is heel wat aan de hand geweest hier. Niet zo heel erg leuk eigenlijk. Maar ja, het is niet anders. Ik ga er ook verder niet op in. Inmiddels ben ik dus weer terug thuis. Ik ben even een tijdje er tussenuit geweest. Zeg maar, soort weggelopen. Maar goed, ik ben weer terug thuis. Het is half zeven, het is vandaag zaterdag 16 januari. Wat betekent dat vandaag mijn moeder jarig is. 47 vandaag. En mijn kamer is trouwens helemaal gisteren verbouwd. En opgeruimd de laatste dingen. Dus alles staat nu hoe het hoort staan. En mijn IKEA bestelling is binnengekomen. Dus ik ben helemaal blij. Maar, en hier is het als ik dat red. Dat red ik wel. Ik ga nu eerst naar beneden. Want ik moet even koffie. Nee, ik moet niks. Maar ik wil even koffie halen. Ik ben al aangekleed. Ik moet werken vandaag. Een ochtendje. Dus dat gaan we ook maar gewoon lekker doen. Maar ik heb wel trek in een kopje koffie. Dus die ga ik halen. Mijn haar zit ook niet hoe het moet zitten. Maar het is vroeg. Ik begin om 8 uur. Maar we moeten vandaag eerst naar de stadswerf. Want mijn vader zijn bus ligt helemaal vol met vuilniszakken uit mijn kamer. Die zijn echt misschien 20 vuilniszakken vol. En dan altijd nog los spul. De ombouw is trouwens weg, als je hebt kunnen zien. Ik ga het jullie heel gauw even laten zien. Je hebt dus hier bij het raam mijn bureau. En dit tafeltje moet zo op mijn bed als die is opgemaakt. Kledingkast. Mijn bed staat hier, de ombouw is dus weg. Er staat daar een kast. En de tv. En hier hangt het blad nog steeds. Hier hangen foto's. Maar goed, jullie gaan zo in de vlogs wel redelijk meekrijgen hoe de kamer er nu uitziet. Goed, de reden dat ik trouwens op mijn telefoon vlog, mocht je het niet doorhebben, is omdat ik dus het opladen van die camera kwijt ben geraakt tijdens al het verplaatsen en verhuizen. De camera is leeg. Dus dat schiet niet op. Goed, dit is ook een redelijke manier. Ik moet alleen leren daar kijken, niet in het scherm. Maar goed, dat zal vaak gebeuren. Ready? Ik zit lekker met een kopje koffie nu op bed. Ik heb make-up gedaan. Gewoon best wel simpel eigenlijk. Dat was echt binnen 2 minuten klaar. Dus, maar goed. Ik heb nog geen schoenen aan. Dat ga ik wel zo meteen nog doen. Maar ik zit nu lekker even. Erlindo en Marie te kijken. Ik ben verslaafd aan dat nummer, jongens. Ze hebben een... Erlindo heeft een YouTube-serie gedaan. Dat heet Duetten met. En Marie was hier dus één van. Dit is echt al een tijdje geleden. Maar ik weet niet. Ik vind het nummer zo gezellig. Ik word er vrolijk van. Liegen stelen met Riegen van Pinocchio Musical. Helemaal leuk. Goed, ik heb koffie. Dus onder andere de beker die bij de bestelling van IKEA zat. Die had ik extra bijbesteld. Dat was 2 euro. Gewoon echt een heerlijke beker. Dus ja, ik ben helemaal heel blij. Ik ben helemaal happy, jongens. Helemaal leuk. Maar goed, lekker even chillen. Ik heb met die schoenen aan. En misschien dat ik voor kort voor nog even naar boven ga naar mijn moeder. Om even verjaardag te wensen. Of ik doe het als het thuis is. Ik weet het niet. Ik ga wel kijken, ik zie het wel. Of ik doe het vanmiddag, want ze is misschien best moe, denk ik. We zien het wel. Goed. En ik loop lekker buiten. Ik ben klaar met werken, dus dat was wel... Ik heb lekker gewerkt. Het is 10:55. Ik heb nog even een paar lakens uitgedeeld op de kamer. Zo dan hoeven ze dat niet te doen. Dat scheelt weer. Weet je, daar ben ik de rots in. Als ik gewoon lekker werk en als ze normaal doen, dan vind ik het echt niet erg om nog even iets extra's te doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En nu onderweg naar huis toe. Ik heb het koud. Even als bloemen halen voor mijn moeder. Het is natuurlijk jarig vandaag. Ik heb nog één klein cadeautje. Ze heeft een cadeautje al gehad. Ik heb namelijk oorbellen gegeven van vlindertjes. En ik heb, hoe heet je dat nou? Een cadeaubon voor 50 euro gegeven van Aventuria. De dierenwinkel waar ze eigenlijk altijd dingen voor de dieren haalt. Want anders wist ik het ook niet voor mijn moeder. En ik kan niet winkelen voor haar cadeautje. Dus dat was een, op zich een snel gemaakte keuze. En nu, mijn mondkapje eruit. En nu onderweg naar huis. En even wat ik zeg, een bos bloemen halen. En ik ga nog eventjes
Tenminste, en ik heb nog, ik ga niet. En ik heb nog een diamond painting pen. Een speciale dikke pen, dat je niet met zo'n heel klein dingetje zit te rotten. Want van mijn opa en oma krijgt mijn moeder een diamond, grote diamond painting om te doen. En dan krijgt ze van mij de pen daarbij. Dus dat is wel leuk. Maar goed, nu naar de bus. Ik hoop dat ik niet te lang hoef te wachten, want het is tenslotte zaterdag. Dus de tijden wijken natuurlijk altijd iets af dan. Dus ja, helemaal leuk jongens, helemaal blij. Ik heb ook gewoon lekker koffiepauze mogen houden. Gisteren was dat dus niet, dus had ik echt de pest erin. Maar goed, nu is het goed gegaan. In ieder geval op naar de bushalte. En dan mijn moeder een bosje bloemen geven en even echt feliciteren. Ik heb wel een appje gestuurd. Maar het is toch anders dan echt te feliciteren. Goed, volgens mij ben ik nu die audio via mijn oortjes, maar ik ben uit de metro. Ik heb mijn capuchon op mijn kop gedaan, want ik heb het super koud. Maar goed, op naar de bloemenwinkel. Als het goed is die open. Dus ik ga gewoon een mooie bos laten samenstellen. Het maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit wat. We gaan gewoon kijken of er wat leuks tussen zit. Oh, dit is zo koud. Maar goed, maar niet uit. Komt toch goed. Even mooie bloemen halen. Goed, ben inmiddels thuis en volgens mij is de camera een beetje vies. Ik heb een bos bloemen gekocht. Deze heeft mijn moeder van mij gekregen. Lekker kleurrijk, echt grote bos. En deze heeft mijn moeder van mijn pa gekregen. We hebben niet zo'n goede fase, dus het valt een beetje uiteen. Maar die heb ik dus net ook gelijk even gehaald. Want anders moest mijn pa, terwijl ik er al stond. Maar goed, ik ben nu thuis. Mijn ouders gaan boodschappen doen en ik ga even dringend een boterham maken. Want ik heb echt honger. Dus ja, wat ik zeg, dat ga ik nu doen. Ik heb smeerkaas gisteren gehaald in Hellevoet. Bij de supermarkt. En dat is smeerkaas met sambal. En dat vind ik echt heerlijk, want er zit gewoon lekker smaak aan. En dat is lekker pittig. Dus dat is helemaal lekker. Dus dat ga ik nou even eten. Smeren jullie, dat is wel een leuke vraag. Misschien smeren jullie van smeerkaas een heel dun laagje op jullie brood? Of smeren jullie juist een heel dik laagje op jullie brood? Want ik vind het dus heerlijk om gewoon een lekkere dikke laag erop te smeren. Dan proef je tenminste wat. Ik vind dat helemaal lekker. Want ik ga nu ook dat andere pakje openmaken. Om toch nog een klein beetje extra te smeren. Heerlijk. Oh, ik zal ook nog even een bifiworstje. Dat vind ik gewoon, ik weet niet, ik hou gewoon echt van bifiworstjes. Ik heb trouwens, er bestaan bifiworstjes met brood en al. Die heb ik dus ook gehaald. Die zijn wel redelijk lekker. Maar wat ik wel vind is dat het brood van dat worstje heel erg droog is. Dat vind ik wel jammer. Dus hier zit echt een heel droog broodje te kauwen wat bij dat worstje zit. En dat vind ik wel heel erg jammer. Het was denk ik lekkerder geweest als het een soort van... een soort van croissant deeg was of zo. Dat had ik lekkerder gevonden dan dit. Maar goed, ga niet uit. Mijn moeder heeft dus net alle bloemen uitgepakt. Let niet op dit jongens, want... Ik heb letterlijk en figuurlijk een zoutverslaving. Het is niet goed voor me, ik weet het. Het kost me nog een keer mijn nieren, I know. Maar goed, dat is een risico wat ik zelf loop. Ik ga de mes lekker meenemen. En dan ga ik even een boterhammetje eten. Ik heb net al een eikoek op toen ik naar de bushalte liep. En nu lekker deze boterham eten. Lekker even genieten en even lekker tv kijken. En dan... Zometeen even een bakje koffie, want ik heb het ook best wel koud. En mijn moeder heeft trouwens een diamond painting pen van me gekregen. Die heeft ze net ook gehad. Ik zal hem even laten zien. Dat is deze. Dan zit het nog in de verpakking. Super chill, want hier kan je dus die steentjes in doen. En dan heb je niet zo'n heel dun pennetje. Super leuk. Dus dat waren alle cadeaus die mijn moeder van mij heeft gehad. En ze heeft een cadeaubon natuurlijk gehad van Avonturia, wat ik al zei. Helemaal leuk.
Goed, ik zet het geluid even laag. Maar ik ben de vlog van Gio aan het kijken, waarin hij dus om actie en om geld in te roepen, te verzamelen. Voor Blijdorp ben ik aan het kijken. Ze zijn namelijk met het hele gezin naar Blijdorp gegaan. Dus ze zijn uitgenodigd daarvoor om zo ook actie te ondernemen voor Blijdorp. Want ook Blijdorp gaat daar gewoon super hard op achteruit. Oh, Gio is nu dus klaar. Even pauze. Dus ik wil verder kijken. Oh, dat gaat even niet pauze. Maar goed, ja, Blijdorp jongens. Het gaat ook met de horeca en alles niet goed. Maar ook de dierentuinen, waaronder Blijdorp in Rotterdam. Gaat daar niet lekker onder. Ik heb ook een Blijdorp t-shirt, een blauwe. Maar echt, het is zo zonde wat er nu gebeurt. En het loopt zo uit de klauwen nu. Ze zijn er al vooruit gegaan dat we in lockdown gaan tot april qua geldzaken. Wat hartstikke logisch is, want het is gewoon echt super triest. Ook, weet je, de dierentuin gaat gewoon door. Ondanks dat er geen bezoekers zijn, heb je wel dieren te onderhouden, dingen schoon te maken. Ze hebben voer en al die andere dingen nodig. En daar is geld voor nodig. En ze hebben ruim 1,5 ton per maand nodig. 1,500 euro. €1,500 hebben ze nodig per maand. Om rond te komen voor de dieren. En daar staan nu geen kosten tegenover. Dus weet je, ze hebben geen inkomsten nu vanuit bezoekers die de dierentuin inkomen. En souvenirs en eten. Mensen die daar een patatje halen. Dat is gewoon super triest. Dus ook ik ga hieronder in de beschrijving. Want deze vlog zal morgen online komen. Ik ga hieronder in de beschrijving de link zetten naar het Tiki. Naar de Tiki-pagina van Blijdorp. En jongens, wees zo lief. Al is het een heel klein beetje, maakt niet uit. Maar als je iets kan missen, doneer het aan Blijdorp. Daar zouden de dieren zijn heel blij mee zijn. Maar ik ook. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er ook behoorlijk wat naartoe gedoneerd de afgelopen 2 maanden. Zo ook deze maand. En het hoeven geen grote bedragen te zijn. Het mogen ook kleine bedragen zijn. Maar ze hebben het wel nodig. Alle kleine beetjes helpen. Dus het wil ik even benoemen. Mijn ouders die komen zo weer terug thuis. En ik ga heel even de vlog verder afkijken. Dus jongens, denk niet alleen aan de horeca die spaak loopt. En alle andere dingen. Maar denk ook aan de dierentuinen. Want daar zitten tenslotte levende dieren. Die ten onder zullen gaan als wij niks doen. Oké, ik ben iemand die echt niet genoeg jassen kan hebben. En daarom is het best wel fout van mij dat ik continu jas ga kopen, want dan gebeurt er dit. Ik heb te veel jassen, dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal en dat is ook niet leuk voor anderen, want ik heb hier echt veel te veel liggen. Eigenlijk heb ik maar gewoon 2 winterjassen nodig en dat zijn deze 2. Een groene en een extra warme, dus die ga ik hier gewoon laten liggen. En deze laat ik hier dan, hang ik hier dan als zijnde nette jas, alhoewel ik denk beter de bruine kan doen. En deze gaan allemaal naar boven. Die sjaal is trouwens ook, want die gebruik ik niet. Ik gebruik alleen die okergele sjaal. Maar het is echt debiel voor woorden dat ik zoveel jassen heb. Ik zeg het gewoon zelf. Het is ook gewoon echt zo. Het is gewoon niet normaal hoe superveel jassen ik heb. Eigenlijk zou ik zeggen, die andere jas gooi ik ook naar boven. Die groene. Die is eigenlijk ook helemaal niet zo heel warm. Deze jas is het warmste die ik heb. Ik denk dat ik deze allemaal gewoon naar boven ga doen. Want ik heb daar gewoon verder niks aan. Gewoon 2 jassen, that's it. Meer heb ik niet nodig. Maar het is echt insane hoeveel jassen ik wel niet heb. Ik kan echt niet. Het is echt ongehoord, gewoon zoveel jassen. En dan denk je, ik draag ze allemaal. Nee, ik draag ze helemaal niet. Dat is het ergste juist. Hier, nog een nette jas. Weet je, allemaal hartstikke leuk dat ik ze heb. Echt waar. Ja, en die spijkerjas is op zich wel een warme jas. Maar die is heel kort. Dus slecht idee voor dit weer. Dan heb ik hier ook nog 3 miljoen paar schoenen, jongens. Dat is ook niet leuk. Dus ik ga die allemaal in de kast zetten. Want op zich draag ik toch maar altijd dezelfde paar schoenen. En niet al deze schoenen. Dus, wat ik al zei. Ook deze gaan de kast in. Kijk, ik heb hier nog een vestjasje, die hou ik dan wel beneden. Want deze wil ik ook wel eens aandoen als ik het gewoon koud heb, zeg maar. Dus dat is dan wel. Of als ik even naar buiten moet of zo, pak ik deze heel snel.
dat zijn mijn jassen. En de rest gaat gewoon lekker. Die band hangt hier weer tussen. Gaat gewoon lekker linea recta naar boven. Want daar doe ik toch niks mee. Ja, wat ik zeg met al die schoenen. Kijk, het zijn echt chill schoenen. En ik draag ze ook echt wel allemaal. Maar als ik moet werken, dan draag ik vaak gewoon maar dezelfde schoenen. En that's it. Kijk, deze schoenen bijvoorbeeld. Die draag ik wel echt super veel. Alleen niet op mijn werk. Want ik vind het gewoon zonde als ze vies worden of zo. En dat, ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Dus dan draag ik ze niet. Maar ja, dat is wel super veel. Super, super zonde. Want ja, daardoor draag ik ze gewoon niet. En ik heb ze wel gekocht om te dragen. Maar uiteindelijk zijn het van die schoenen dat je denkt... Nee, weet je, dat ga ik toch niet, toch maar niet doen. Dus al die jassen die hier liggen... Die krijgen boven een plekje. Oké, jongens, ik heb even lipsticks opgedaan en... Het is echt ongelooflijk. Soms geloof ik het echt niet. Maar het is toch echt zo... Jongens, het sneeuwt buiten. Het is echt waar, het sneeuwt echt buiten. Ik ga het jullie laten zien. En ik ben zo benieuwd of het blijft liggen of dat het gewoon gelijk weer verdwijnt. Maar nu het gewoon sneeuwt, ziet het er al gewoon zo gezellig uit. Ik vind het zo leuk. Ik heb trouwens mijn nagellak eraf gehaald, want dat was echt niks meer. Dus die heb ik eraf gehaald. Maar ik ga het jullie even laten zien. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat het echt... blijft liggen of dat het misschien blijft liggen. Er gaan heel veel mensen wandelen of weg nu in één keer. Zo leuk! Kijk, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, maar het sneeuwt dus echt. Kijk. Ik ben heel erg benieuwd of het blijft liggen. Het zou wel leuk zijn. Goed, ik ben lekker op de laptop bad eend aan het kijken. Zo denk ik, bad eend. Dat is een serie die Elindo heeft opgenomen samen met Wout. Twee van de castleden van Ghost Rockers, die zijn op een soort roadtrip gegaan. Dat woord zocht ik. En dat ben ik aan het kijken, die vlogs. Ik heb Elindo ken ik nu pas sinds een half jaar of zo. Tenminste, ik ken heel Ghost Rockers pas sinds een half jaar. Het bestaat al niet meer van Catnet. Of van Studio 100. Maar ja. Dat ben ik nu dus aan het kijken. En ik kan de afleveringen van Ghost Rockers zelf nergens kijken. Dus ik ben alle vlogs van Elindo aan het kijken. En de vlogs van Ghost Rockers en zo. Want die staan gewoon op YouTube. Dus die kan je gewoon kijken. Ik heb net twee oliebollen gegeten. Die heb ik gisteren gehaald. En ik ga nu even een kopje koffie zetten. Want ik trek een koffie. Of een kopje thee. Ik denk dat ik een theetje ga zetten. Want ik heb hier tenslotte wel een waterkoker. Theezakjes. Een lepeltje. En suiker. Oké. Okay, ik heb de thee gekozen. Ik ga voor een white en green tea. Maar op het kaartje van de thee, want het is een picnic en staan leuke quotes op. De waterkoker staat trouwens aan. Staat wie is een voorbeeldfiguur voor jou? En ik wist hem eigenlijk vrijwel gelijk te beantwoorden. Dat is Alicia, of Ashley Nicole. Zij is een Amerikaanse YouTuber, influencer. En ik weet niet. Zij is best wel een voorbeeld voor mij, omdat zij heel erg... zij streeft haar doelen heel erg na. Echt heel erg na. Even hoor. Er zit hier iets in mijn beker. Wat is dat? Nee, ik weet niet. Nee, zij is een, best wel iemand die eigenlijk heel erg haar doelen nastreeft. Maar daarentegen ook heel minimalistisch is. En gewoon haar eigen ding doet. Niet... Tenminste, niet probeert te luisteren naar wat mensen van haar vinden en daar wat mee te doen. Maar gewoon wat zij zelf wil. En ik weet niet, ik vind Ashley Nicole echt een super chill persoon. Alicia Marie, haar zus, is ook wel ergens een beetje een voorbeeldfiguur voor mij. Maar ik weet niet, ik ben toch meer een Ashley Nicole typetje dan een Alicia Marie typetje. Dus ik weet niet, ik vind haar zo chill. Haar video's vind ik ook super chill om te kijken. Haal ik ook echt super veel inspiratie uit. Dus dat wil ik even beantwoorden. Oh, oké, even naar buiten. Even de nat besneeuwde wereld in. Kijk, de grond is dus gewoon nog helemaal kaal. Maar het sneeuwt wel.
dit is zo leuk. Oh. Het is wel gewoon echt sneeuw. En dat is super leuk. Ik ga even een paar TikToks opnemen. Liegen, stelen en bedriegen. Je moet iets doen voor de kost. Met een leugentje om best wil zijn onze zorgen opgelost. Liegen, stelen en bedriegen. Waarom zou je eerlijk zijn? Fox en Trots zijn onze namen. Voor alle zaken, groot en klein. Zet die bril maar op je neusje. Kijk, nu ben je stekenblind. Ach, een aalmoes voor dit meisje. Zij ziet echt geen steek, dit kind. Dank je wel, meneer, mevrouwtje. Voor wat u gegeven heeft. Ik ben het enige.